Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. We hebben heerlijk geslapen vandaag. Echt lekker. En Nessip is nou aan het douchen. We zijn lekker rustig opgestaan. We hebben samen even een cappuccinootje gedronken. En Nessip is nou aan het douchen. Daarna ga ik douchen. Daarna gaan we even samen naar de Albert Heijn. Dat is een beetje de planning. Gewoon rustig gaan. Ik heb later op de dag wel even een afspraak. Maar dat zien jullie straks allemaal. Maar even gewoon lekker rustig opstarten. Ja, Helene. Kom hier even. Kom dan. Kom dan even met mij. Love you, hè. Ik wil ook eigenlijk heel graag mijn wimpers doen. Maar ik heb nog geen afspraak gemaakt. Dus gisteren was ik zo moe. Dat ik gewoon over hun brokjes heen water heb gedaan. En nu is hun voer op. En nu zit Dina das. Nou, wat ben je aan het doen? Snoepjes. En Dina zit daar gewoon de hele tijd te wachten tot ze een keer eten krijgt. Ze willen deze snoepjes niet eens. Dinari. Oh, wat staat dit? Kijk. Het is echt boos, nee. Bijt me dan. Ik was eigenlijk toch niet meer naar de appie, maar Nessie heeft me gedwongen. En nu heb ik maar snel iets aangedaan. Dus mijn... outfit. Dit is echt heel erg mooi, dit. Oh, lekker. Wat heb je gemaakt? Hij heeft een YouTube tutorial gekeken. Wat heb je gemaakt? Nou, ik heb op YouTube wat gezien. Het ruikt wel echt heel lekker. Ruikers? Ja, het ruikt naar kaneel. Naar appeltaart ruikt het. Maar, vertel. Nou, ik ben meer gezond begonnen. En je moet weer gezond eten. Dus, ben benieuwd. Waarom kijk je zo? Het is niet heel vies. Maar het is lekker? Nou, ook niet lekker. Het is niet vies. Oh, ik ben nu dus Kylie's vlog aan het kijken. Ik heb ergens om hem helemaal af te kijken. Hij is 19 minuten lang. En ik moet nu douchen, dus ik ga hem gewoon naar de douche kijken. Ik heb net heerlijk gedoucht en mijn haar gelijk vastgedaan. Want ik ga dus straks naar Dina toe. In Roosendaal. En dan gaat ze mijn haar weer doen. Even mijn uitgroei doen. En een tonnetje eroverheen. En dan zie ik er weer goed uit met mijn haar. Want ik heb echt weer een enorme uitgroei. Maar voordat ik me ga opmaken en zo ga ik nog even snel iets koken voor mij. Dat is gewoon iets heel simpels. Dat we even kunnen eten. Het is nog maar 3:15. Maar we hebben best wel veel trek. Dus ik denk dat ik gewoon even een stukje vlees ga maken. Met groenten erbij of zo. Even snel vlees gebakken. Asperges. Dat is echt gewoon mijn lievelingseten. Kijk, ons nog gezond zijn. Stukje vlees en groenten. Heerlijk. Love you, Emir. Bedankt. Zo, ik ga me nu opmaken. Ik heb net echt heerlijk gegeten. Ik hou van simpel eten. Dat is denk ik echt mijn lievelingseten gewoon. Zo. Make-up is done. Oh, dat is zo'n heerlijk spray. Dit is die van Mario Badescu. Deze is met komkommer en groene thee. I like it. Wat ga ik aandoen? Ik wil echt een heel simpele, fijne outfit voor bij de kapper. Ik doe geen oorbellen in, want dat is alleen maar lastig bij de kapper. Verder, even zoeken hoor. Ik ben naar Kanye West aan het kijken. Ik wil jullie even snel mijn outfit laten zien. Mijn blazer aan. Deze is van Come Get Fashion. Ik heb mijn oude broek weer aan, jongens. En ik pas hem weer. Ik ga stuk. En deze is echt gewoon perfect. Even kijken. Qua lengte. Love it. En een topje van de Zara. Dat was mijn outfit. En ik ga nu vertrekken. We hebben nu echt op pauze gezet omdat ik aan het praten was. Net als ik kijk naar Kanye West. Hij vindt het helemaal fascinerend. Vind je het leuk? Het is trouwens op Netflix, toch? Het is een aflevering met David Letterman. My next guest heet het. Ja, het is wel interessant. Ik ga straks ook apart kijken. Zo, ik zit in mijn auto. Dat is heel handig. Ik kan mijn camera dus hier gewoon neerzetten tegen het schermpje aan. Maar ik heb echt weer zin om te rijden vandaag. Ik heb trouwens mijn grote tas mee. Omdat ik eigenlijk altijd mijn haarspullen meeneem naar Dina. Want Dina kan heel goed verven. Maar ze heeft eigenlijk bijna geen klanten met krullen en haar. En ze is ook heel erg eerlijk over. Dus ik neem altijd wel mijn eigen producten mee. Maar Dina kan gewoon heel goed verven. Zij doet gewoon precies de kleur die ik wil. En dat is eigenlijk een haarkleur van Marianne Faris. Die ze echt vroeger had. Zo'n beetje rood.
bruin of zo. Ik weet niet eens hoe ik het moet beschrijven, maar ik vind het gewoon een heel mooie haarkleur. Mirjam Vaas heeft die haarkleur al lang niet meer, maar het is altijd in mijn hoofd gebleven. En toen heeft Dina het gewoon een keer voor mij gedaan en ik was echt gewoon zo tevreden. Dat ik elke keer weer terug ben gegaan eigenlijk naar haar. Guys, mijn eerste keer McDrive met deze auto. Ik heb lekker een cappuccino gehaald en een grote fles Spa Blauw bij de McDonald's. Het was gewoon 5 euro samen. Ik ga stuk, maar ik kan gewoon niks eten hier. En ik heb er ook eigenlijk helemaal geen zin in. Ik ben net aangekomen, waarschijnlijk gewoon echt veel te vroeg. Ik denk dat ik nog zo'n 3 kwartier of zo moet wachten. Maar het maakt niet uit. Flesje water even mee. Jongens, ik ben inmiddels bij Dina. Je ziet haar daar op het achtergrond. Oh, je ziet haar niet. Baby, ik ga stuk. Wij zien hier met een babytje echt heel schattig. Mag je hem helemaal? Ja, tuurlijk. Kijk, één keer cute. Kijk dan. Deze baby is echt letterlijk 4 weken. God. En op beeld lijkt ze nog groter dan ze is. Ja. Oh. Hi. Oh. Hi, kleine schat. Oh, echt cute. Ik ben dus bezig met mijn haar. Ze heeft mijn uitgroei net gedaan. En dan gaat op de rest van mijn haar gaat er een toner. En dan laat ik jullie straks even het eindresultaat zien. Maar het wordt echt heel erg mooi. En het is hier super gezellig. Want we zitten allemaal vrouwen hier. Een beetje kletsen en zo. Ik ben klaar. Is klaar. Deze haar kleur echt zo mooi. Dankjewel, lief. Dit is de kleur Mirjam voor de mensen die zo'n haarkleur willen. Ja, als je deze haarkleur wil. Zin hem zelf even. Ja, vraag aan de kleur Mirjam. Nee, ik vind het echt heel erg mooi. Dankjewel. Ja, het is heel mooi. Graag gedaan. Ik ben net klaar bij Dina. En ik ben echt weer zo blij met het resultaat. Zij kan mijn haar echt gewoon perfect gewoon verven. Het is gewoon precies de kleur die ik wil. En zij fixt het gewoon even voor mij. Ik ben echt heel erg blij met Dina. Thank you, babe. Thank you. Je kan haar vinden in Roosendaal of in Amsterdam. Je kan haar DM'en. Ik zal even haar Instagram hieronder zetten. Trouwens, echt vet gezellig vandaag. We waren best wel met een groep vrouwen. En dat was gewoon echt vet lachen. We hebben echt de meest bizarre onderwerpen besproken. Het was gewoon gezellig. Echt leuk. Oh jongens, ik ben zo blij met mijn haar. Ik ben gewoon weer bij de McDonald's. Ik heb echt zoveel trek nu. Maar ik weiger gewoon om een burger of zo te nemen. Ik ga gewoon weer voor een koffie. Oh, ik ben even doorgereden naar Hon. Aangezien Nessie vandaag in Amsterdam blijft slapen. En daar opnames heeft. Ga ik even langs Hon. Ga ik even kletsen. Een paar uurtjes hier blijven. En daarna ga ik naar huis. Even chillen dus. Zo, dikke zwitte vlek hier. Gadver. Zo, ik ben net thuis. Ik heb denk ik een uurtje bij Honnie gezeten. Want ik heb echt knallende koppijn. Gewoon van de afgelopen 3 dagen hoeveel ik heb gereden en zo. Dat ik echt denk ik zo gelijk ga pitten gewoon. Ik had echt zo knallende koppijn. En Honnie wou nog even mijn auto zien. Dus zijn we even nog een rondje gaan rijden naar Rotterdam. En toen heb ik haar even afgezet. Toen ben ik eigenlijk meteen doorgereden. En ik denk echt dat ik zo gelijk ga pitten. Ik heb zo'n knallende hoofdpijn de laatste 3 dagen. Echt niet normaal. Zijn suikerfeest eigenlijk een beetje al. Dus ik ga even rustig aan. Want ik denk dat ik zo even mijn pyjamaatje aan ga trekken. Even op de bank ga liggen. Even iets relaxed. Ga kijken. Gewoon iets waarbij ik niet hoef na te denken. En ik daarna gewoon richting bed ga. En ik slaap vandaag alleen. Dat is ook wel wat minder. Maar eigenlijk maak ik het ook helemaal niks uit. Want ik ben helemaal kapot. Oh, ik ben trouwens echt heel erg blij met mijn haren. Ik vind deze haarkleur echt heel erg mooi bij mij. Veel beter dan blond. Ik snap niet eens dat ik ooit ben blond geweest. Dat is zo raar. Want toen ik blond was, zo zei ik altijd tegen mezelf, ik ga nooit donkerder dan dit. En blond past het beste bij mij en zo. Maar vandaag ook, weet je, toen ik bij de kapper was. En toen ze dus mijn haar had gekleurd, zei de rest ook van, er is echt veel mooier bij je huidskleur. Want ik was best wel blond toen ik er naartoe ging. Want de kleur loopt elke keer weer een beetje terug. Maar ik ben echt zo blij hiermee. Echt, echt heel mooi. Ik heb me heerlijk omgekleed. Ik ga nu even lekker de kaarsen hier aandoen. Gewoon even een relax sfeertje. En dan ga ik gewoon lekker met mijn katjes lopen knuffelen. Even een leuke serie uitkiezen. Gewoon even zen. Ik ben echt kapot, man. Zo, lekker kaarsjes aan. Hey jongens, stop eens met vechten. Hallo. Hallo. Kijk, hier worden ze bang van. Waar zijn jullie? Dinar, Lira. Dinar, was je zout? Val jij Lira weer aan? Moet ik weer spuiten? Moet ik weer spuiten? Nee, hè? Niet meer doen, hè? Het is zo stout. Zo stout. Oké, heel slecht dit. Ik ben Jordy Shore aan het kijken.
En ik heb hier gewoon comfort food. Ik heb voor mezelf gewoon vega pasta gemaakt. Heel pittig. Heerlijk. Heel slecht dit. Ik ben bij aan het chillen hier met mijn mattie. Oh, zij vindt het heel gezellig. Lekker man.